gestort. Tegenwoordig vissen ze met tegenwoordig vissen ze met 4000 pk. De zwijpen van 7, 8, 9 miljoen gulden. Dit is mat te maken. Wij vissen in de stenen. En om de stenen niet te vangen, hebben we van deze mat gemaakt. De vis ging door de mat heen en de stenen die bleven liggen. Wij hadden natuurlijk niet zoveel pk's, dan konden we niet zoveel vis meer vangen. Bij die andere schepen met veel paardenkracht. Zijn we in de steden gaan vissen. Dat is een broedplaats voor vis. En dat ging goed, dat ging heel goed zelfs. Maar die matten moesten wel gemaakt worden, dat was vreselijk veel werk. Dit is op de achtergrond, dit is in een muiden, dat is de hal van een muiden. Maar de vis wordt afgeslagen in een mijn. Hier is dat, heb je die mat. Zoals ze klaar zijn. Dat waren al, niet allemaal kettingen, er waren ook touwtjes zaten er tussendoor, want anders werd je veel en veel te zwaar. Zoals u ziet, we vissen met twee netten, iedere kant één. De boomkorfvisserij, zoals die genoemd wordt. Volgende 243, dat was het nummer van mijn vader. Die kotte was van mijn broer. Zullen daar heb ik 2,5 jaar aan gewerkt, aan werk gehad. Het was om het accent te leggen op een beetje slecht weer. De thuiszomer in uitvaren. Dat is een oude robbedoes. Is het Boete, de Katwijkerjong. Dit is de baas zelf. Ondergetekend is. Splitsen, hè? Is een onmisbaar iets voor een visserman. De netten moesten allemaal weer klaargemaakt worden. Want van vorige week door de slijt, dan moesten de lappen in de netten gemaakt worden. En nou ja, dit is zo. We waren binnengelopen en toen waren de jongens een beetje speels. We hadden een goede week gemaakt. Nou ja, dat had hij dan maar. Pas vrijdagmorgen en dan gaan we naar huis dus. Zo was toen dat leven. Vrijdagmorgens naar huis, vrijdagsmiddags. Zoals het kwam. Wat betreft het werk natuurlijk. Hè. Dit spreekt allemaal voor zich. Ja, ja. De Jan Pet, Jaap van Wissen, Jan Stroek en Jaap Schilder, Jaap Kakers. Leggen we in Den Helder. Varen we uit. De zeil even optrekken. Touwtje los, gaat ie. Stomen met. De oorlogsschepen in Den Helder. Still burning.
Deze boot die brengt het loodsen naar de loodsboot. En van de loodsboot stappen ze weer op de grote schepen om de schepen binnen te loodsen. Komen ze automatisch aan de wal natuurlijk. En dan brengt dit schip brengt ze weer naar de loodsboot. Komt de loodsboot in beeld. Met die kleine bootjes worden dit loodsen naar de grote schepen gebracht. Kleine bootjes die aan de zijkant hangen. Collega Wieringer, dus de dekker, dat bepaalt de plaats waar je zit, exact. Op de 10 meter nauwkeurig. Weet je, wij wisten altijd precies waar we zaten op de Noordzee, de hele grote Noordzee, waar dan ook. Het fantastisch apparaat. Het is de verkenningstom van Den Helder, van het molengat. Stomen we uit naar de Duitse bocht. Dat is de eerste opname die ik gemaakt heb. Ik had dat nog gefilmd. Dat wil zeggen, als je dan een streep gevist hebt, dan zet hij die streep zet hij op de plotter. Dan kun je exact terug op de plaats waar je gevist hebt, of 5 of 10 meter daarnaast. Nauwkeurig. Dit is de schrijver, de dieptemeter, ook de schrijver. De vis die ertussen zit, tussen de bodem, de onderste vlek en de bovenste vlek. Als daar vis tussen zit, dan geeft hij het ook aan. Voor alle haring. Ook kabeljauw, dat is iets minder goed te zien. De kaart waar we vissen. Dat is mocht. Pas, verstelbare schroef. Automatische piloot. Moet even een beetje bij, dan moet naar bakboord toe. Even druk op de knop, dan gaat hij naar bakboord, een paar streken. Beetje bij, een beetje spoed erbij voor de verstelbare schroef. Uitzetten. Gaat niet geruisloos. Die zakken die worden beschermd door fietsenbanden, want als er steen erin zou en koppels in komen, dan is die zak helemaal kapot met één streek. Daarom hebben we er fietsenbanden onder. Dat kunt u straks wel zien. Nou, zo leert de vis met de bomen plat. Als hij zijn ogen heeft, dat is levensgevaarlijk natuurlijk.
Als je aan een wrak loopt, dan ga je om. Die is het niet zo best. Het is een katwerker. Mooi weer. Prachtig weer. Het is een wieringer. Oh, zo'n ouderwetse wins. Maar dat was 20 jaar geleden nog zo. Giek op, anders kun je de zaklijn niet pakken. Daar komt hij aan. Dan heb je de zaklijn. Dan wordt die zaklijn die gaat op de kop van de wins om de zak naar je toe te halen. Er zit wel eens een ton in hoor, een ton aan zwaard, minstens, ook wel eens 2 ton. Dus een trek hebben we 1,5 uur gevist. Een ton, die steekt er zo uit. Hier heb je die fietsbanden. Anderhalf uur. Knappe trek. Iedere keer zo uitgeschud worden. Anders gaan die tongen er niet uit. Trouwens, je moet toch allemaal weer schoon overboord. Anders vang je niet. Anders gaat het blazen. Blazen, dat wil zeggen, dan wordt de vis teruggestuurd. Vanuit de zak. Dan gaat de ganse gewoon terug. Dan vang je niks. Helemaal niks. Nou, eerst weer vissen. Dan uitzoeken. Gaat die zak overboord. Gaat die weer. Zak hem maar. De Hozemond, zeeduivel. Als je die kop eraf snijdt, noemen ze het een gammetje. Dus eigenlijk de Hozemond, dat is de Latijnse naam. Zeeduivel, de Hollandse. En met de kop eraf is het een gammetje. Toch, 35 kilo zat die trekker zat erin. Een kabeljauwtje, een paar gulletjes. Kabeljauw heeft namelijk 3 namen. Boven de 90 centimeter is het een kabeljauw. Daaronder is het een gul. En kleintjes, dat zijn torren. Dit is school. Tong, hondenmaas. Ja, een paar maassen er ook bij. Grote school. De kleine school werd altijd apart gehouden. Want anders dan... Het is allemaal uitgezocht worden in de afslagen. Schouwvis, tong. Wijting. Dan spuiten we het afval weer weg. Hè? De zeesterren, de kokkels, ondermaatse vis. Allemaal dood. Van zijn vrienden. Is all that you could be.
vis moet altijd gestript worden. En meteen in de ijs, zo snel mogelijk. Allemaal de darpen hieruit gehaald worden, anders gaat die rot, hè. Wordt de vis aangetast. Ik zat die tanker in, met een mandel 8 vis. 1,5 uur trekken. Dan kan je het een hele week kan je dan door blijven vissen en dan zit dat in 1,5 uur vist. Met een kwartier halen en dan gaat het een hele week door, dan maak je een mooie week. Kijk maar. Prachtvisserij. Dan kan je ook de hele week blijven vissen, want als het anders 40 minuten trekken, dat gebeurt zeer vaak. Dan kan je dat niet volhouden, dan ging je dan speelt dan. Sliepen we altijd 4 uur per etmaal. Tot s'morgens. S'morgens, 9 uur stopten we dan. Gingen we de zaak klaarmaken. Gingen om 11 uur. Gingen we te kooi. Tot s'middags 3. Meestal. Dan kon dat niet. Dan vrijdags dan waren we wel vermoeid, maar dat kon nog wel. Kon best zelfs. Dit is tegen de Engelse kust. 1,12 van de Engelse kust. Mijl of 15 van de Engelse kust af. Met deze trek 40 minuten getrokken. Touw eromheen. Zo zwaar is hij. Haak erin. Touw staat vast aan de brug. Dit is staaldraad. Wordt hij zo via de mast wordt hij overgezet. Daar komt hij aan. Mooi weer, prachtig weer met een beste visserij. Atsikite. Prachtig. Nog een trek doen. Dan vraagt hij nu. Nog een trek doen. Nou, doe nog één. Deze visserij kunnen we niet gaan slaan. Overdag vang je dus vang je niet zoveel tof. Vooral niet op de middags om 12 uur. Dat vang je wel als met veel pk's, maar niet met zo weinig paardenkracht. Hier zat wel een beste visserij was dit. Mand of 12 skol. Met 50 kilo ton. In de 40 minuten. De zak moet langzaam worden gevierd, want anders gaat hier de schroef in. Die schroef zuigde naar hem toe. Maar dan zijn de gevolgen niet te overzien. Waar ik zelf niet film, dat filmt Jan Pet. Het is Jan Peter. Rechts. En Jaap Schilder. Jaap Kakers. Dikke school. Dit is een neusdop.
school. Schaar. Tongen, nadat ze gestript zijn, worden ze getrapt. De bloeddruitrap. Tegenwoordig hebben ze wel een spoelmachine. Kijk, een mooie vijst. Fijn kant. Prachtig visserij. Goed, die vis die wordt via een sleuf wordt zo in diverse hokken wordt het geblazen. Dat noemen we keien. Zo'n hok. Er zit veel zand in die school, omdat je door de grond heen vist. En dan moeten ze even een trapje toe hebben. Om het zand eruit te spoelen. Dit is de tongentrap. Het is zwaar. Als Sophia een glijbaan gaat, dan gaat het dan in die vakken. Is er tussen? Of twee? Dit de koers even uitzetten. Dit is de plaats waar we vissen. Al die streepjes, dat zijn streken, zeg maar. Even de koers uitzetten, welke koers we moeten hebben. Er gaat ook een kompas op. De kaart getekend, ik kan precies zien wat de koers is op de graad af. Daar moeten wij. Die linkerhand. Dit is windkracht 6, alle wind. Windkracht 6,5, zeg maar. Meer was er niet hoor. Maar we zaten niet op zo'n goede plek. We zaten tussen de Engelse kust en in Nederland. Wind was zuidwest. Moet alles goed vastgezet worden natuurlijk. Er blijft niks meer op zijn plaats. Ik heb wel eens een filmpje gemaakt. Dus ik 3 kwartier over werk. Zat ik in een mand en werd ik het diverse malen uitgegooid. Nou, die gaat er vaak onderdoor, die kop van die riet. Dit is windkracht 7 Zuidoost. In de wind. Recht in de wind op. Dit is de Scheveningen 34. Die loopt een beetje sneller dan wij. Dit is een opname. Ik kon het niet afmaken, want anders had het mijn leven gekost. Daar komt hij aan. Dat is
schip loopt volledig vol. Ik kon hem niet afmaken. Sorry. Zonde. Dit is windkracht 8. In de Duitse bocht. Nog staat slecht. What's the point in all return? Door het raam bij een film. Ging allemaal niet vanzelf hoor. Dit is windkracht 13. Dus onvoorstelbaar veel wind. Ja, filmen van boven naar beneden, er komt er een golf aan, dat is vreselijk. Ik vind dat water, dat waait helemaal weg. Ik kon absoluut niet op depie verkeren. Er liep steeds helemaal vol, het hele schip. Schip van 36 meter. 36 meter 50. Het was een opname op een ander schip. Zwaar weer. Alles wit. Zeer slecht. Dit is een opname, toen waren de weerberichten 7 tot 9. Ze zeggen, jongens, wij gaan niet vissen, want het is slecht weer. Als we er zijn, kunnen we toch niet vissen, want dan is het storm weer. Dit schip houdt de haven van de Muiden op diepte. Althans, de pier tussen de pieren. Een varende baggermolen. Het is een Urker. Je had zeker de weerberichten niet gehoord. Die gaat naar buiten en wij gaan naar binnen. Wij vonden er geen weer. Dit is nog wel knap weer, maar de weerberichten waren zeer slecht. Oh ja, 7 tot 9. Het is slecht. Wind was noordwesten, kun je wel zien aan die wolken. Aan die buien. Heb je er nog een? Met een idee. De pier van de Muiden.
Zo, dan zijn we weer binnen. Binnen de pieren. Dit is het schip. Waar we mee gevist hebben dus. Dat zijn die hokken waar ik er straks over had. Die keien. Iedere vissoort in een verschillende kei. De kleine vis, de kleine school bijvoorbeeld. In de grote school. Ton. Kabeljauw. Torre. En andere soorten vis in de zomer, zoals rode poon. Zo ging dit vroeger. Tegenwoordig hebben ze dat in kisten en hijsen ze zelf die kisten op. Vroeger ging dat altijd maar zo. Per maand, iedere. Zo, dat zo werd dat gelost. Iedere maand moest er zo binnen getrokken worden. Ik ga bij jou. De schipper. Dat zijn die mensen die vis sorteren. De pakkers. De meestal oude mensen. Tenminste toen. Tegenwoordig dat weet ik. Jonge mensen. Die is ton. Dat allemaal gemeten worden. Je hebt 5 soorten ton. Ton 1. Ton 2. Klein middel. Groot middel. En wat? Dat is kabeljauw. Dat is kabeljauw. Want boven de 90 centimeter is het kabeljauw. 3 tegels. Tegel is 30 centimeter. Die worden per regel verkocht. Een regel is 10. Dan leggen er allemaal 10. 10 op 10 op 10. Per regel. Regelkabeljauw noemen we dat. Die wordt in toon wordt gewogen. In school wordt geschat. 40 kilo in een kist. Toen wordt gewoon. En daar wordt die Griek wordt ook gewoon. Er zit even te veel in. En 44 kilo in de kist. 43. 3 kilo overwicht. School. De 340 keer de school gevangen deze week. Dat is onvoorstelbaar veel. Voor zo weinig paardenkracht. Een van de hoogste weken die we hebben gemaakt met dat schip. Het was de allerhoogste week, zeg maar. Nooit zo'n dikke week gemaakt.
ze netjes. Dit is de factor, dat is de baas van die pakkers, van die mensen die de vis uitzoeken. Die huurt die mensen. Provisies voor zij. Provisies voor zij eten. Een veld met school. Allemaal vier al. Griet. Volgens dan 243. Griet. Wordt de vis afgeslagen? Nou, dat kunnen we niet verstaan hoor. Kunnen wij nou nog niet verstaan? Dus we brabbelen maar een beetje. Dat kunnen wij niet verstaan, maar die kooplieden wel.